Ook BNN-oprichter Bart de Graaf overlijdt in 2002 op 35-jarige leeftijd. Aan de gevolgen van een nierziekte, waardoor hij ook een groeistoornis ontwikkelde. Desondanks haalde hij alles uit het leven. Ja, bij Bart was het glas eigenlijk altijd half vol. Hij had ontzettende levenslust. En als hij zich maar enigszins goed voelde, dan stond zijn knopje op aan. Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Bart is de belhamel van de Nederlandse tv. Hij schopt alle heilige huisjes om en richt zijn eigen publieke omroep op. Bart's News Network. Ik denk dat het vooral zo is dat Bart is iets begonnen. Hè, met het brutale, waar kan ik je 's nachts voor wakker maken, dat soort dingen. En ik denk dat dat nog steeds heel erg leeft. Ja. En dat je zou de programma's van Bart zo kunnen herhalen. En dan denk ik dat de jonge generatie misschien zou denken, hé, wie is die leuke jongen? Zijn nagedachtenis leeft niet alleen voort in BNN, maar ook in de Bart de Graaf Foundation. De stichting die jonge mensen met een lichamelijke beperking helpt bij het starten van hun eigen bedrijf.